Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Alexander de Roo. Ik ben voorzitter van de vereniging Basisinkomen. Goed dat jullie er allemaal zijn. Hilde Latour is de vicevoorzitter van de wereldwijde organisatie BIEN, Basic Income Earth Network. Zo, goedemiddag. Ja, er zijn meer mensen die vertrouwen hebben in elkaar dan in politici. Nog maar 20% heeft vertrouwen in politici. Iets rond de 25% in de Tweede Kamerleden. 40 à 50% vertrouwen heeft in de mensen, want voor een onvoorwaardelijk basisinkomen is. Dan hebben we hier 5 heren, die willen politici worden. Dus jullie hebben wel lef, heren. Goed, ik wil jullie dadelijk, want ja, we proberen zoveel mogelijk jullie aan het woord te laten en echt tot de kern te komen. Dus we gaan het niet meer hebben over waarom. Deze zijn allemaal voor een basisinkomen en jullie begrijpen allemaal waarom. Ik wil jullie graag dadelijk eerst de kans geven om je voor te stellen. Heel kort, je naam, de partij. Of je voor een daadwerkelijke invoering bent, dus zo meteen vol erin. Of je al een idee hebt over hoe hoog het basisinkomen moet zijn en of jouw vorm van het basisinkomen voldoet aan de definitie van basisinkomen zoals wij dat volgens Basic Income Earth Network hebben gedefinieerd. Dat betekent individueel, periodiek als recht, kan niet meer afgepakt worden, cash in de zin van het is volledig vrij uit te geven, te besteden, universeel, voor iedereen, dat laten we het wel beperken even tot Nederland. Dus iedereen die binnen de grenzen van Nederland verblijft, woont. En daar zit natuurlijk een grijs gebied, dus daar wil ik graag wat over horen. En of het daadwerkelijk helemaal onvoorwaardelijk is. Dus geen enkele gedrag nodig om aan dat basisinkomen recht te hebben op dat basisinkomen. Voor dit stukje mogen jullie op mijn plek komen staan. Wie wil er als eerst? Kort maar krachtig. Ik ben Daniel van Duin, lijsttrekker van LEF voor de nieuwe generatie. Ik ben hartstochtelijk voorstander van een basisinkomen en dat heb ik niet voor niets bovenop mijn arm getatoeëerd. Dit is het verkiezingsprogramma van LEF. En het begint met basisinkomen invoeren. Dankjewel. En LEF doet mee met de verkiezingen om één hele belangrijke reden. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Wij geloven bij LEF dat het basisinkomen dé manier is om klimaatverandering ongedaan te maken. Want wie waarde toevoegt vanuit zijn ziel, vanuit het hart, dat is wat LEF betekent, die is niet meer afhankelijk van welke idee van schaarste dan maar ook. Het basisinkomen creëert overvloed, creëert welvaart voor iedereen, speelt ruimte vrij in het hoofd, maar ook in de fysieke realiteit, om je toe te wijden aan dat wat echt waarde schept. En dat zijn dingen die goed voelen en ook niet goed betaald zijn in deze maatschappij. Zorgen voor je medemens. Onderwijzer zijn, zorg, maar ook eigenlijk hele essentiële beroepen als de kunsten. Wij van LEF staan een basisinkomen van €1.550 voor per maand. Dat is de armoedegrens in Nederland voor 2 mensen in 1 huishouden. En dat doen we met een reden, want we vinden dat armoede het minimale is wat een basisinkomen zou moeten fixen. Geen armoede meer, want armoede is kostbaar en mensonterend. Dus een basisinkomen is bedoeld niet om mensen maar naar een goedkoper systeem weg te kicken. Het is echt bedoeld om een solide basis aan iedereen te bieden. En lager dan 1550 is dat niet. Is het universeel? Ja, want wij geven alle kinderen onder de 18 ook een half basisinkomen. En dat hoor ik niet van alle partijen altijd. De totale kosten zijn €300 miljard. We financieren dat voor 80% uit het systeem van toeslagen en fossiele subsidies en hypotheekrenteaftrek. Dat is samen €232 miljard. Nog meer, €241 miljard. Het gat van €60 miljard dekken we met een vermogensbelasting op de top 1%. Een databelasting voor big tech, want data is het nieuwe goud.
En is een goederen wat u ook zou moeten belasten. En tot slot een Tobin-tax, oftewel een digitale transactie of een financiële transactietax voor beursspeculanten van 0,03%. Oftewel elke 1000 euro die je overmaakt, daar blijft 3 cent van over in het basisinkomenfonds. Je merkt er niks van, maar het zet wel zoden aan de dijk. Ik heb volgens mij alle vragen beantwoord, maar als jullie vragen voor mij hebben, kom straks naar me toe. Ik sta jullie met liefde te woord. En als jullie willen, sluit je aan op lef.nl. We hebben echt kansen om zetels te halen voor de jongeren. En we gaan de jeugd beschermen, want hun rechten worden met voeten getreden in Nederland. En wij gaan de eerste partij zijn in de geschiedenis van Europa om dat tij te keren. Dank jullie wel. Ja, ik ben Arjan Takens. Ik ben oprichter, bedenker en dus ook lijsttrekker van de partij The Second Wind. Wij ondersteunen natuurlijk volledig het basisinkomen. En ik noem het zelf geen basisinkomen, ik noem het een earthly dividend. En dat betekent gewoon dat de vruchten van de aarde zijn voor ons allemaal en die delen we met elkaar. Dat is gewoon het belangrijkste. Ik noem daar geen bedragen bij. Het enige wat heel belangrijk is, is dat earthly dividend is eigenlijk een daad van liefde. En de tegenhanger van liefde is de angst. En de angst die er is, en die heb ik gehoord in het land, is dat er een overheid is, een regering is, een systeem is, die eigenlijk in controle is van wat is de hoogte. Blijft die op die hoogte? Want het belangrijkste van een earthly dividend is dat die continu is, niet nu, maar over jaren. En daarom hebben wij als tweede punt dat wij de overheid, de politieke partijen, willen afschaffen. Wij zijn van mening dat de politiek, ja, de politieke partijstructuur, eigenlijk een oligarchie is. Het is geen democratie. Een democratie is tijdelijk en door geloofde burgers. En we gaan het gewoon met de burgers, voor de burgers, door de burgers doen. Dus dat is de tweede insteek van mijn beweging. En die is heel belangrijk. Want de politiek heeft nu bewezen, door alles wat er gebeurt, dat ze door de lobby ontvankelijk zijn en dat ze eigenlijk de bedrijven, de multinational, tegemoet komen. En daar moeten we een einde aan maken. En daar sta ik voor. Goedemiddag. Mijn naam is Mark Anthony van Treuren en ik ben de lijsttrekker van de Piratenpartij en de Groenen. We hebben een samengevoegde lijst waar we meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in november. Dus je kan stemmen op ons allebei tegelijkertijd met één stem. En dat heeft zijn voordelen, want het verhoogt enorm onze kans om inderdaad een zetel te gaan halen. Als je kijkt naar de resultaten die we hebben gehad met de vorige verkiezingen, zitten we nu juist hierdoor heel erg dichtbij. En het onderwerp van het basisinkomen is eigenlijk al vanaf de oprichting van de Piratenpartij al een onderwerp wat wij in ons programma hebben staan en een oplossing voor een heleboel problemen die op dit moment onze samenleving, die we toen bijna 20 jaar geleden ook al hadden, maar nu nog beter zichtbaar zijn, als een oplossing was voor een heleboel van die problemen. Nou vroeg jij aan mij van, wat zijn nou de hoogte van het basisinkomen? Nou, dat is een hele interessante vraag, want die hoeft helemaal niet zo hoog te zijn als het leven niet zo duur is. Er zijn een heleboel omstandigheden die ervoor zorgen dat dingen heel erg duur worden, zoals bijvoorbeeld mobiliteit, de zorg, toegang tot zorg. Die hier net was, een heel presentatie laten zien van wat het allemaal tegenhoudt om vervolgens hulp te gaan krijgen. En op het moment dat je die dan krijgt of aan het werk wil, wat voor een kosten en wat voor een lasten je er allemaal mee en wat voor een stress het allemaal, dat is allemaal heel erg duur voor ons allemaal, want dat moeten we ook weer betalen in een vorm van belasting. Dus als we die nou ook naar beneden kunnen gaan krijgen, dan hoeft het basisinkomen ook niet zo hoog te zijn.
Een oplossing daarvoor hebben we bijvoorbeeld ook om het OV dus gratis te gaan maken. Want dan kunnen mensen namelijk gewoon vrij bewegen. Daarmee kun je het omlaag brengen. Je kan de marktwerking uit de zorg gaan halen, waardoor de kosten ook heel erg laag blijven. En hoeft de basisinkomen niet zo duur te zijn. Die hele schuldenindustrie, voor elke euro schuld die een mens heeft, daar wordt 13 euro aan verdiend. Denk daar eens over na, wat duur dat eigenlijk voor onze samenleving is. Van wie moet dat uiteindelijk gaan betalen? De belastingbetaler. Dus dit zijn allemaal onderdelen die ervoor zouden kunnen zorgen dat het basisinkomen niet zo duur hoeft te zijn. En we zijn ook overtuigd dat goede dingen die nu al bestaan, die moet je niet wegdoen. Er bestaat namelijk al een basisinkomen in Nederland. Het heet namelijk de AOW. En dat is een fantastisch systeem. Daar heeft nog nooit iemand over geklaagd. Dus daar moeten we eigenlijk iets mee gaan doen. Daar zit ook de oplossing. Er zijn een heleboel vormen. En toeslagen en dergelijke die we allemaal kennen, met heel veel ingewikkelde controlemechanismes die ervoor hebben gezorgd dat mensen ze of niet meer willen gebruiken of bang zijn dat ze het hebben. En heel erg ingewikkeld, want we hebben gewoon 30.000 mensen bij de Belastingdienst werken om die controles allemaal te doen. Dat is ook best wel duur. Dus wat kunnen we nou gaan doen? Voor de komende 5 jaar, als wij in het kabinet, of in het, nou misschien wel een kabinet. Maar als wij in de Tweede Kamer komen, dan willen we in ieder geval gaan zorgen dat de komende 4 jaar, dat al die vormen van toeslagen, uitkeringen, dat die allemaal wat meer gaan lijken, of het liefst zoveel mogelijk gaan lijken op die van de AOW. En dat dus het controlemechanisme op al die dingen ook inderdaad afgenomen worden in een rap tempo. Op deze manier kun je er ook voor zorgen dat de samenleving gaat groeien naar het idee van een basisinkomen. En iedereen die tussen wal en schip komt en dan eens een keertje de bijstand nodig heeft, die groeit dan mee in dat basisinkomen. Of in ieder geval de AOW, of zoals mijn collega Danny Werner zegt, de Algemene Mensenwet. En dat klinkt wel heel mooi klinken eigenlijk. En dan is het de bedoeling dat we inderdaad na die 4 jaar misschien dan nog weer een keer gekozen worden. En dan nog een keer 4 jaar nodig hebben om het vervolgens inderdaad die leeftijdsgrens van de AOW te gaan verlagen naar 21, 18. Dus kijken hoe snel we dat kunnen doen. Dus dat is een beetje het plan vanuit de Piratenpartij en de Groenen. Hallo, ik ben Menno Wielauer van de politieke partij Open. Partij Open staat in eerste instantie voor een nieuwe vorm van overheid. Dat doen wij. Openheid zien wij niet als een manier om vertrouwen te winnen, hè, zoals bij heel veel partijen transparantie vaak gezien wordt. Maar wij willen openheid om samenwerking mogelijk te maken. Dat noemen wij een open bron democratie, waarin wij al onze documentatie, al onze communicatie, eigenlijk alles wat wij doen als partij en als bestuurders, maken wij publiek toegankelijk. En dat hebben wij ook in onze statuten en onze reglementen vastgelegd. Dus dat betekent dat een journalist altijd toehoorder kan zijn bij onze bestuursvergaderingen. Dus die openheid en die transparantie die hebben we echt gegrondvest in onze partij. Zo is het ook begonnen als een experiment. Inmiddels zijn we nu dus ingeschreven bij de kiesraad. Dat is tot zover gelukt. En daar zijn we heel erg trots op en blij mee. Vervolgens is onze slogan omdat het zoveel beter kan. Dat komt eigenlijk vandaan uit het idee dat wat ons betreft de overheid een hele verkeerde reflex heeft aangeleerd. Er is een probleem, hoeveel geld moet het kosten? Er heeft een probleem, wie kan het voor me oplossen? En dat heeft eigenlijk 2 dingen gedaan. Allereerst hebben we een ontzettend complex financieel systeem gecreëerd. Of heeft de overheid dat voor ons gecreëerd. Met heel veel toeslagen, aftrekposten, maar ook allerlei partijen die betrokken worden om aan problemen, om aan de oplossingen te komen. Maar het heeft ook een ontzettende afstand gecreëerd tussen de politiek en de burger. Omdat al die tussenpartijen, die snappen inmiddels hoe het zit. En hoe snap je in Den Haag dan nog wat er echt aan de hand is. Dus wij willen dat zwaar vereenvoudigen. En het basisinkomen is wat ons betreft een heel uitstekend middel om dat te doen. Daarom staat het ook in ons verkiezingsprogramma. En is het iets wat wij echt hoog in de agenda zullen hebben staan in ons werk. Met name dus omdat het basisinkomen, zowel geloven wij in alle voordelen die het basisinkomen kan bieden. Ik denk dat veel van mensen hier de onderzoeken wel kennen, de experimenten wel kennen. Wat ons betreft is het in Nederland heel erg een manier om ons systeem weer wat begrijpelijker te maken.
kunnen van heel veel toeslagen af, heel veel aftrekposten af, wat ons betreft allemaal. Basisinkomen terugzetten en dan weer verder. Ons voorstel voor het basisinkomen, dat heet het vrijwillig basisinkomen. Dus om de vragen te beantwoorden, op alle punten kunnen wij ja zeggen. Op eentje zeg ik zo snel mogelijk en dat is het universele. Een basisinkomen invoeren in Nederland of in een ander land, of in een regio, is heel complex. Niet alle gevolgen zijn te overzien en daar kan je eindeloos met elkaar over debatteren wat er gaat gebeuren als je dat gaat doen. Dat is wat ons betreft de grootste tegenstander of de grootste hurdel voor het basisinkomen om vooruit te komen. Dus wat wij voorstellen is een vrijwillig basisinkomen. Wat we willen doen is experimenten opzetten, zeer gecontroleerd, zowel op representatieve groepen in de samenleving als op kwetsbare en kansarmen, als op mensen die in bijstand leven. En met eenvoudige basisinkomenproposities, die eigenlijk een vervangend belastingstelsel worden voor de box 1 van deze mensen, experimenten uitvoeren. En gaandeweg, laten we zeggen, we doen 100 in elke van die groepen, we kijken even hoe het gaat, wat we hebben geleerd passen we toe in de volgende groepen. En zo kunnen we het eigenlijk langzaam gaan opschalen en beter begrijpen en beter snappen wat het basisinkomen voor Nederland kan doen. En zodra we daar ook de data bij hebben, de bewijslast bij hebben, de verhalen van de mensen bij hebben, dan hoop ik dat we het universeel basisinkomen binnen handbereik kunnen krijgen. Ten slotte wil ik even al de mensen hier ontzettend complimenteren. We zitten een beetje in hetzelfde schuitje, maar te gek dat jullie ervoor gaan. En heel veel succes, dat meen ik echt. En bedankt dat we hier mogen zijn. Goedemiddag, mijn naam is Sepp. Ik ben van de politieke partij voor het basisinkomen. Allereerst wil ik mijn dank uitspreken aan de leden. Ik ben lijsttrekker geworden dankzij de leden. En mijn dank aan het bestuur en bijzonder aan de voorzitter. Wij gaan meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen, 22 november. Met als klassieke thema het basisinkomen op de klassieke manier. Dus met alle voordelen van dien. De hoogte van een basisinkomen volgens het basisinkomenprincipe zou moeten zijn voldoende om van te leven. En bij ons is dat dus 1800 euro individueel. En dat is een behoorlijk bedrag. En wij zijn er zelfs van overtuigd binnen onze gelederen dat dat kostenneutraal ingevoerd kan worden. Ik hoorde hier iets over inflatie, et cetera. Maar inflatie wordt veroorzaakt door het creëren van meer geld. En dat is niet wat er gebeurt. Het wordt herverdeeld, beter verdeeld. Eerlijker verdeeld. Dat is waar het basisinkomen in principe over gaat. Vrijheid om te ondernemen, vrijheid om de baan te nemen die je wel leuk vindt. Alle klassieke voordelen van een basisinkomen. En wij strijden voor een basisinkomen. We hopen op 1 zetel. Hopelijk meer, maar 1 zou wel mooi zijn. Ik ga elke dag naar Den Haag om alle thema's die er voorbij komen, elke keer te agenderen. Basisinkomen, heeft u al aan het basisinkomen gedacht? Denk aan het basisinkomen. Het basisinkomen lost dit probleem op. En zo zult u mij elke dag voor de microfoon zien staan over het oreren over een basisinkomen. Tot ze er gek van worden en het basisinkomen eindelijk een keer gaan invoeren. Nou, dankjewel heren. Ik heb eigenlijk 1 prangende vraag. Wat is er nodig om jullie als 1 blok te laten staan om dit basisinkomen echt op de agenda te krijgen? Er zit iemand in de zaal die het heeft geprobeerd. Shout-out naar Suzanne Delsing. Er zijn ook eerder gesprekken geweest, al 1,5 jaar terug, met de Piratenpartij en de Groene. Basisinkomenpartij LEF. Ik heb zelfs LEF niet eerst opgericht. Ik heb eerst nagestreefd om een samenwerking met Volt, Code Oranje, de Piraten en lokale jongerenpartijen van de grond te krijgen. Maar de ervaring leert dat politiek gaat om over chemie en over toch heel veel ego's, helaas. En dat is geen verwijt naar welke partij dan ook. Maar er is iets als een identiteit en mensen willen die identiteit niet loslaten. Dat maakt het heel moeilijk om samen te werken en ook om een deel van het electoraat te veroveren. Want mensen stemmen op basis van een verhaal. En als je... We hebben vorige week donderdag nog samengezeten met 6 of 7 of 8 partijen. En leuke is dat een paar van die mensen zijn bij LEF aangesloten. Dus die gaan niet meer meedoen met de Tweede Kamerverkiezingen, maar wel met ons.
En op die manier is iedereen welkom ook bij LEF om dat basisinkomen topprioriteit te maken, want wij zijn er echt voor opgericht. Dus er was 2,5 jaar terug een jongerenpartij, die heette Jong. Ik zat daar ook bij en zij wilden niet voor het basisinkomen gaan, want ze hadden niet genoeg hart. Ze hadden niet genoeg lef om het te doen. En ik vind, het spijt me, Maurits, nee, Menno, sorry. Ik vind je heel sympathiek, maar geen universeel basisinkomen is echt het slechtste idee wat je maar kan bedenken. Want mensen moeten geen schaamte hebben om iets te ontvangen. Het is er gewoon gegarandeerd. Iedereen moet ontvanger zijn. En dan pas heb je de mental space ook om vanuit liefde te handelen naar andere mensen. En dus is het sympathiek als tussenstap misschien een aantal proeven of experimenten. Maar eerlijk gezegd, er zijn al genoeg experimenten wereldwijd geweest. Dus mijn pleidooi is stem op een partij die het allerhoogste in het vaandel heeft staan. En ik ben blij ook dat het in de mainstream meer tractie nu krijgt bij Volt en ook bij GroenLinks Partij van de Arbeid. Maar als je het echt een redelijk inkomen wil hebben, dus niet de 600 euro van de GroenLinks PvdA, dan moet je bij LEF wezen. Klinkt allemaal goed, hè? Ja, op het punt van basisinkomen kan ik gewoon met deze rij van mensen kan ik het prima worden. Maar er zitten nog een andere haken en ogen in deze wereld. En één daarvan is de macht op dit moment. En in de macht neem ik duidelijk een ander standpunt in. En is nog niemand die bij mij in de buurt komt. Dus wat dat betreft, ja, ik laat het aan de burger over. Ik hoef niks te beslissen. Ik hoef niet in de Kamer. Als ik erin kom, zal ik alles doen om die Kamer overbodig te maken. Ik wil gewoon een geloten burgers in die Kamer. Die gaan wel besluiten en die zitten er gewoon met z'n allen. En die worden geïnformeerd door echte wetenschappers, betrouwbare wetenschappers. En that's it. Ik wil eigenlijk daar zo snel mogelijk weg als het maar veranderd is. Mijn verandering. En misschien ook wel die jullie wensen. Dat merken we vanzelf. Ja, dankjewel. Om te beginnen met de vraag over wat er nodig zou zijn om ons samen te laten gaan. In ieder geval, zoals ik in de introductie ook zei, waar we bij Open voor staan is samenwerking. Dus wat wij op dit moment ook doen, we hebben een online omgeving. Daar werken wij samen aan onze documenten, daar overleggen wij met elkaar. Die is volledig open en transparant. Dus als je nu op je mobiel gaat, dan zit je er over 2 minuten op. Kan je zien hoe wij ons voorbereid hebben hiervoor, wat onze plannen zijn, hoe we daarop samenwerken. Maar bovendien nodigen we iedereen uit om daaraan bij te dragen en mee te werken. En aan de collega-partijen, we hoeven er niks voor te hebben. Ik ga gerust kijken als je er iets ziet wat je kan gebruiken. Neem het vooral lekker mee. Dus die samenwerking gaan wij in ieder geval opzoeken. Dan om toch nog eventjes op jou ook in te gaan. Ik snap wat je zegt. Een universeel basisinkomen is beter en eerlijker voor de hele maatschappij. Daar vinden we elkaar 100%. Ik denk dat wat dat in de weg staat, of veel moeilijker maakt, is als je dat in één keer wil implementeren voor een heel land, is het heel erg lastig om het vertrouwen te creëren bij alle partijen die je daarvoor nodig hebt, dat je dat kan doen op een manier zodat het goed gaat. Dus wat wij voorstellen is om eerst die experimenten in Nederland uit te voeren. Er zijn wereldwijd, kijk, wij zoeken het internet af voor dit soort experimenten. Wij hebben ze allemaal gevonden. Ik denk dat we dezelfde hebben gelezen. Dus er zijn wel experimenten gedaan, maar weinig in Nederland. En op het moment dat we hier echt testgroepen hebben gehad van een paar honderd, misschien een paar duizend. Ik hou ervan dat soort zorgvuldigheid om naar het universeel basisinkomen te komen. Maar misschien minder snel dan dat jij zou willen. Ik denk dat 10 jaar een redelijke termijn is, dat je het dan heel goed zou hebben gedaan. Maar verder ben ik het helemaal eens dat het doel moet zijn om dat voor iedereen gelijk te maken. De vraag was of wij allemaal samen inlijsten. Wat er voor nodig is, voor jullie als één blok. Ja. Er zijn al wat pogingen gedaan en dat lukte steeds niet. En wij hebben nu eigenlijk zelf besloten dat wij gewoon individueel gaan. En iedereen mag zich bij ons aansluiten, maar wij gaan er individueel voor. Ja. Dankjewel. Ja, ik vind het een lastige. Ik vind het echt heel lastig. Want ik heb ook met Suzanne gesproken. We hebben met heel veel mensen hierover geprobeerd om dit voor elkaar te krijgen. Ook met LEF. Ook met het basisinkomenpartij. Ik ken jou trouwens nog niet. Dus, maar ik ben wel heel benieuwd wat je hiervan vindt. Wat ik hierover ga uitleggen. Ik ben wel benieuwd. Want het probleem wat we inderdaad hebben gekregen, wat jij ook zegt, Daniel, sorry.
is inderdaad van iedereen heeft zo zijn eigen identiteit. En daar hebben we daar een achterban van en allemaal leden. Wij zeker, wij zitten meer dan 68 landen. Dat is echt heel erg veel. En in al die 68 landen is het onderwerp het basisinkomen een onderwerp wat of in het programma staat of in de ontwikkelfase als we ergens gevestigd zijn. Dat geldt zelden trouwens voor de Groenen. Die zitten ook in heel veel andere landen dan alleen maar in Nederland. Dus ja, wij zijn al samen gegaan hierin. En dan moet je het inderdaad niet erg vinden als je dan geen lijsttrekker wordt voor een verkiezing. Maar daar moet je inderdaad in overheen kunnen zetten, dat klopt. Alleen wie is dan inderdaad de beste? Dat is inderdaad een hele moeilijke vraag. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, wij zitten in zoveel landen en overal zijn we dit aan het uitproberen. Op een manier van invoeren of in de manier van het kijken van elk land heeft zo zijn eigen regeltjes, zijn eigen systeempje. Dus hoe kun je het basisinkomen toch elk overal een beetje proberen voor elkaar te krijgen. En we vinden het ook heel belangrijk om monopolies op te breken. Volgens mij sluit ik dan wat meer aan bij wat jij zei. En we vinden het heel belangrijk dat de wetenschap, dat wel een heel belangrijk ding is, dat die goed blijft. Dat die gezond blijft, zodat je goede wetenschap kan doen. En dat het niet alleen een marketingtool wordt. Dus, ja, ik heb mijn antwoord wel klaar hierop. Alleen, dat lijkt heel erg op die van jullie. Ik ga jullie ook waarschijnlijk niet overtuigen vandaag om inderdaad op de Piratenpartij en de Groenen te gaan stemmen. Maar ik hoop dat jullie wel een beetje een aantal argumenten hebben gehad waarom het een goed idee is. Nou, in ieder geval is er enorme consensus. Ze zijn het er allemaal over eens dat ze beter zelf kunnen gaan. En ik denk dat het in ieder geval wat het gaat geven is dat ook met die eigen identiteit op ieder platform het basisinkomen naar voren komt. Zijn er vragen uit de zaal? Ja. Dan kunnen jullie... Oh, je hebt ook nog een microfoon. Dat is beter. Nou, in Amsterdam hebben we al samengewerkt. We hebben in 4 stadsdeelcommissies hebben we zogenaamde groene basispiraten. En die zijn afkomstig van de Groenen, van de Basisinkomenpartij en van de Piratenpartij. En de Piraten, en ik ben een piraat voor alle openheid. Danny, dat kun je zien. Hebben we ook bij het vaststellen van de beslissing van met wie gaan wij wanneer samenstellen, hebben we de Basisinkomenpartij ook uitgenodigd om mee te doen. Zo is dat. En dat is niet tot een fijne conclusie gekomen, laat ik het zo zeggen. Maar ze waren welkom. Ja. Ja. Hallo, ik ben wel benieuwd naar wat jullie vinden van een idee om ook een opt-out optie aan te bieden. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die zat verdienen en die ook geëmpowerd zijn misschien om te kunnen zeggen, ik heb het niet nodig. Ja, goed idee. Ik weet dat koningin, oh nee, prinses Beatrix geeft haar AOW weg aan de kunstenaars. Ja, ik geloof dat Mark, jij had al het over vrijwillig basis komen, toch? Opt-out. Nee, wij beginnen inderdaad met een opt-in, dus daar zit die opt-out ingebakken. Maar dat is niet het antwoord, want ik snap wat je bedoelt. Een basisinkomen voor iedereen, is dat wel nodig als je een verzamelinkomen hebt met je gezin of in je huishouden van meer dan een ton? Ja. Hoe wij dat voorstellen is dat wanneer je een basisinkomen invoert, neem je de aftrekposten en de toeslagen neem je weg. En daarmee heb je dat voor een deel opgevangen. En vervolgens begin je met een vlak belastingtarief. Tot een bedrag van, wij hebben het nu staan op 80.000 euro, maar dat is veel hoger dan de begininkomens nu gewend zijn. Dus je begint met 2200 euro, dat is ons bedrag, basisinkomen, belastingvrij. Maar daarna betaal je 50% vlak belasting, tot 80.000 euro per jaar en dan ga je omhoog naar 65%. Het is heel ingewikkeld antwoord. Ik krijg een hele simpele vraag en ik denk ook dat mensen prettig vinden om heel simpele vragen te krijgen. Oké, dag even. Ik hoef niet, dank u wel. Het zou een beetje tegen Hilde's definitie van universeel ingaan als het een opt-out was. Dus ik vind het moet aan iedereen worden overgemaakt. Maar het moet wel gestimuleerd worden als je het niet nodig hebt, dat je dat inderdaad doneert. Maar dat het niet weer een verplichting wordt of dat het weer de andere kant op een soort van schaamte creëert van je bent rijk en je houdt je basisinkomen. Dat is niet oké. Nee, het is oké. Geld doet geen kwaad.
Het is voor iedereen. Het is namelijk iedereens verdienste van de collectieve vooruitgang. En het is heel dom als je daarin bepaalde groepen weer zou uitsluiten. Dus ik ben voor de mogelijkheid om het te doneren, zeker. Maar niet ingebakken in het systeem, want dan vergroot je weer de complexiteit. Het is juist de eenvoud die het charmant maakt. Ja, ik kan me daar eigenlijk wel grotendeels in vinden. Het is gewoon een individuele keuze wat je met je basisinkomen doet. Je mag het weggeven, het hoeft niet. Ik ga er niet over. Wat jij met liefde wilt doen met het geld, prima. Alles mag. Ja, ik had de vraag niet helemaal gehoord, eerlijk gezegd. Of je een opt-out zou inbouwen voor mensen die het niet nodig hebben. Oh nee, nee, zelfs de vrouw van de tandarts mag het krijgen. Ja. Nee, dat zou ik niet inbouwen. Nee. De mensen mogen het natuurlijk wel altijd weggeven als ze willen. Dat moeten ze zelf weten. Individueel. Goed punt. Je kan het doneren als je het niet wil hebben. Dat vind ik een heel mooi idee. Maar zoals ik al uitgelegd heb in mijn presentatie in het begin, zoals wij het willen gaan doen, dat het dan via de AOW gaat en dat we dan langzaam die leeftijd gaan verlagen. Dan krijg je al in de opmaat en de aanloop naar het onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen, al dat de mensen die al wat hebben er geen gebruik van gaan maken. Dus ja, maar wel de optie overhouden om, ook als je dus genoeg geld hebt en je krijgt dus dat onvoorwaardelijk basisinkomen, om dat een mooi doel te gaan schenken. En dan krijg je dus dat je wat meer, ook van bovenaf, een wat socialer gedachtegoed krijgt. Voor de ruimte voor meer vragen, stalmeester? Ja, ruimte voor één vraag. Nou, vooruit. Dat het politieke landschap in Nederland is versnipperd, hè? Dat laten jullie hier in optima forma ook zien, hè? Door met 5 nieuwe partijen, waarvan Piratenpartij Groene al wat ouder is, hè? Maar die anderen zijn redelijk nieuw. Ik ben nog wel benieuwd, hè? Wat voor jullie de druppel was die de emmer deed overlopen, waarom je niet, zeg maar, bij een grote gevestigde politieke partij aangesloten bent geweest of niet bent geweest. Maar waarom je niet, zeg maar, meer van daaruit, zeg maar, jullie ideaal voor elkaar probeert te krijgen dan, zeg maar, versnipperd te zijn. Hè? Je kan nog 10-20 jaar lang een luis in de pels zijn en elke keer op het podium klimmen met basisinkomen. Maar als niemand naar je luistert, dan heeft het niet zoveel zin. Dus wat maakt nu dat jullie versnipperd zijn en waarom je niet bij een wat grotere politieke partij aangesloten bent? Hele mooie vraag. Wat was de druppel? Dat je dacht van, nou ga ik het zelf doen. Nou, dat hebben we dus ook gedaan. We hebben met 5 partijen samengezeten. En dat was eigenlijk allemaal helemaal goed. Alleen er waren wat mensen van kleinere partijen die dat dus niet wilden. En die gingen hun poot stijf houden om iets waarvan wij dat niet helemaal begrepen waarom. En we zouden heel erg graag willen dat ze mee hadden gedaan met ons voor deze verkiezingen. Maar ja, als je dan inderdaad bij ons op een congres komt en je verhaal vertelt niet een goed verhaal, en we zijn inderdaad de maanden daarvoor niet in gesprek geweest hierover, ja, dan wordt het inderdaad een lastig verhaal, inderdaad, ja. Maar we hadden het inderdaad graag gewild, ook met jou, Daniel. Maar dan had je alleen geen lijsttrekker geworden, sorry. Volgens mij was de vraag, wat was de druppel om niet bij gevestigde grote partijen aan te sluiten, hè? Dus wat was de druppel, wat deden de grote partijen zo fout dat je dacht van, nou is het klaar? Nou, bij mij is het begonnen tijdens de coronacrisis natuurlijk. Een hele hoop mensen kwamen thuis te zitten, ook een hele hoop mensen zonder inkomen. Ik was op dat moment werkgever, ik moest het inkomen regelen via de overheid voor de werknemers. Hoop gedoe. Ik kwam toen Hilde Latour bij Café Welsmerts tegen. En ik was me eigenlijk super verbaasd dat er nog helemaal geen partij voor het basisinkomen was. Bleek er wel te zijn. Ze hebben mij direct lid geworden 2-3 jaar geleden. En een maand of 8 geleden heb ik gesolliciteerd voor lijsttrekker. En wij gaan, zoals ik hopelijk. Dus het antwoord op de vraag is eigenlijk, ik was verbaasd dat er nog geen partij voor het basisinkomen was. En daar probeer ik verandering in te brengen.
Ja, dat is natuurlijk voor elke partij denk ik een beetje anders. Voor Partij Open, voor mij persoonlijk, denk ik het moeilijk te zeggen, want ik ben er al heel erg lang ben ik met dit onderwerp bezig. Maar ik denk dat het mobieltje van Rutte voor mij wel een druppel was. Wij geloven dat democratie afhankelijk is van een goed functionerende transparantie. En dan niet de transparantie om vertrouwen te winnen, maar om samen te werken met elkaar. Het vertrouwen moet een bijproduct zijn van de samenwerking. Dat zag ik nergens. Ik zag het nergens gebeuren. We zagen nergens een partij die transparantie goed oppakte. En bovendien, als we dit goed willen doen, moesten we dit ook in aparte statuten vangen, in een apart partijreglement, dus in een huishoudelijk reglement. En er is geen partij die dat had. Dus er was geen vereniging die geschikt was voor onze aanpak. Dus dat was voor ons de reden om nieuwe partijen te starten. Een druppel, ja. Sommige dingen komen heel langzaam bij elkaar en dan krijg je veel druppels. En ik heb nu wel een partij opgericht, ofwel een vereniging, en ik kan meedoen in dit hele spel. En, nou, ik vind het geen leuk spel. Ik zou het gelijk overbodig willen maken. De vraag was ook van bij een grote partij. Een grote partij, die is al besmet wat mij betreft. Ik heb in mijn stichtingsleven van de Social Human Movement, heb ik ooit een artikel geschreven. En die heette, politiek is het gezicht van de draak. Dat is alweer een paar jaar geleden, dus dan weet je hoe lang ik er al in sta. En daarin maak ik wel duidelijk wat de politiek eigenlijk daadwerkelijk is. Met name de grote partijen en hoe het daar bovenin georganiseerd is. Dat is totaal niet democratisch. Dat is gewoon een tegenmacht waar de burger niks aan heeft. En daarom zit ik niet bij een grote partij. Die grote partijen, het is voor mij niet democratisch, het is gewoon oligarchisch. Daar denk ik ook niet dat daar een basisinkomen uit voort gaat komen. Ze zullen wel iets aan bestaanszekerheid gaan doen, ze zullen iets aan klimaat gaan doen, maar wat ze gaan doen, dient eigenlijk alleen maar een businessmodel. En daarop zijn ze ook geballoteerd. En daar kan ik heel veel over zeggen, de Bilderberggroep zit er bijvoorbeeld bij. Ik weet uit ervaring, het artikel is gelezen en goed bevonden door iemand, door een insider van de Bilderberg. Ik ben daar wel uit. Een grote partij, hij gaat de problemen in deze wereld niet oplossen. Een citizens assembly, een burgerraad, die kan dat wel doen. Die kan dat op hele kleine schaal doen en die kan het op hele grote schaal doen. Dat is de enige weg die gaat naar vrijheid voor de mensen. En dat is de vrijheid van de burgers, zodat ze zelf kunnen beslissen wat ze willen. En een basisinkomen is de vrijheid om te doen en laten wat ze willen. Vergis je niet, hè? Een basisinkomen die draait de rol om van bedrijven en mensen. Bedrijven moeten een cv inleveren bij de mens om daar te gaan werken. Dat is een machtsverandering. En die macht, die gaat het tegenhouden. En die macht die zit in de politiek. En dat is even mijn verhaal. Om terug te komen op de druppel, dat was Brexit en Trump. Ik heb voor Bernie Sanders campagne gevoerd in Amerika. En ik kwam daar in 2016 op een partijcongres, althans bij zijn eerste verkiezingsoverwinning binnen. En wat Bernie doet, is wat eigenlijk geen andere politicus in Nederland doet. Het is hoop en progressieve hoop verenigen met oprechte woede. En ik ben heel boos over hoe kinderen behandeld worden in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. En kinderen worden ook niet als volwaardig onderdeel van de democratie gezien. Want het is gewoon een stemgerechtigde leeftijd vanaf 18 jaar. En daaronder ben je geen burger, heb je geen gerechtmatigd of gerechtvaardigd belang. Waar slaat dat op? Ik heb bij een andere partij gezeten. Ben campagneleider geweest in Amsterdam. En ook daar zag ik dat de rol die jongeren kregen toebedeeld toch voor spek en bonen is. Terwijl jongeren juist die geniale ideeën hebben, de blik van onderop, waarmee je het systeem echt kan omdenken. Dus mijn analyse van het spectrum in Nederland is, de jongerenpartij of de jongeren zijn de enige smaak die eigenlijk echt ontbreekt. De rest kan zich bijvoorbeeld, Volt is eigenlijk een afsplitsing van D66. Bijeen is dat van Denk en weer van de PvdA. En dan heb je nog Partij voor de Dieren misschien volgens sommigen van GroenLinks. Maar jongeren, iedereen onder de 18, 3,3 miljoen Nederlanders, hebben gewoon letterlijk geen stem in dit land. En we zijn aan het vergrijzen. En daardoor wordt het electoraat, dat op hoge leeftijd nog stemt, machtiger. En zij soeperen de toekomst op van de jeugd. En daar moet een blokkade voor opgeworpen worden. En als ik dat moet zijn, Mark, prima. Maar wij willen dolgraag een vrouwelijke lijsttrekker. Want we hoeven het niet van dit soort mannetjes, zeg maar, te hebben. Met liefde sta ik die plek af op de lijst.
Maar iemand moet het doen en iemand moet het lef hebben dus om ook te durven vernieuwen. En ik weet zeker dat over 20 of 30 jaar iedereen denkt, 2023, dat was zo'n raar jaar. Toen dachten mensen nog dat jongeren helemaal niet thuis hoorden in de democratie. Hè? Wat? Die waren wel een beetje mal, hè? Dat gevoel gaan mensen over 30 jaar hebben. En dat komt dankzij lef. En ook de Caden Tippler doet het in Nieuw-Zeeland. In Australië en Canada heb je ook bewegingen. Die willen het stemrecht uitbreiden naar 16. Dat is voor ons niet genoeg. Wij vinden dat jongeren namens of door voogden en afgevaardigden volwaardige burgers zijn. En om de vergrijzing te kantelen en ook de stagnatie die dat met zich meebrengt. Want er wordt niet meer genoeg geëxperimenteerd. Er wordt niet genoeg gedurfd. Om het radicaal anders te doen, zijn jongeren hartstikke nodig. En daarom is LEF opgericht. Dankjewel. Tijdens het BIEN-congres in Zuid-Korea kwam Annie Miller als een van de laatste naar voren. Annie Miller is een Schotse dame van ergens in de 80. En zij zei inderdaad, we doen dit voor de nieuwe generaties en de generaties daarna. En dus ja, ik ben het volledig met je eens. Jongeren en kinderen horen vertegenwoordigd te zijn. En dat kan alleen maar vanuit liefde. En als je realiseert dat liefde de enige emotie is die onvoorwaardelijk is. Angst is voorwaardelijk. Boosheid is voorwaardelijk. De enige emotie die onvoorwaardelijk kan zijn, is liefde. En daarom is basiskomen ook vanuit liefde moet dat ingevoerd worden.